Misschien wist je het nog niet, maar er zitten soms medicijnresten in ons drinkwater. Restjes van de pil, maar ook anti-epileptica, pijnstillers of medicijnen tegen hart- en vaatziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, komt vandaag met een rapport waarin wordt voorspeld dat de hoeveelheid en de soorten medicijnresten in drinkwater flink zullen toenemen. Van de 1800 geneesmiddelen die in totaal verkrijgbaar zijn, hebben we gekeken op welke van die stoffen het in de toekomst het meest zullen voorkomen. En welke het snelst gaan groeien wat betreft verbruik. En dan moet je denken aan stoffen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor diabetes. Stoffen voor hart- en vaatmiddelen en een middel tegen jicht. De vergrijzing is daar eigenlijk de belangrijkste factor van. Conclusie van het RIVM. Het drinkwater zou in ieder geval gecontroleerd moeten worden op 33 specifieke stoffen. Van die stoffen is bekend dat ze veel gebruikt zullen worden, slecht afbreekbaar zijn of grotendeels worden uitgeplast. Hoe medicijnresten dan in ons drinkwater kunnen komen, legt Walter van der Meer van drinkwaterbedrijf Vitens uit. Medicijnresten komen in het water omdat het wordt ingenomen door mensen. Het wordt uitgescheiden via de urine, komt in de riool, wordt gedeeltelijk in de rioolwaterzuivering eruit gehaald of helemaal. Daaruit wordt het geloosd op het oppervlaktewater en dat wordt mogelijk dan als drinkwaterbron gebruikt. Toch lukt het op dit moment niet altijd om alle geneesmiddelen uit het drinkwater te zuiveren. Hoe veilig is ons drinkwater dan? Nou, ons drinkwater voldoet aan alle normen en het is eigenlijk gewoon heel erg veilig. Maar ja, er zitten medicijnresten in. Er zitten medicijnresten in, maar de concentraties zijn zodanig laag dat het risico wat we daarmee lopen, dat het eigenlijk verwaarloosbaar is. Klinkt geruststellend. Maar hoe zit het bij bejaardenhuizen en ziekenhuizen waar veel medicijnen in het afvalwater terechtkomen? We namen zelf wat monsters. En het resultaat? Het afvalwater bij ons ziekenhuis en bejaardencentrum barstte van de medicijnresten. En dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. En dan te bedenken dat sommige waterbedrijven nu al moeite hebben om het drinkwater vrij van medicijnen te maken. Nu is het de kunst om niet alles uit het water te halen. Want water bevat ook nuttige mineralen en zou zelfs compleet gezuiverd nergens naar smaken. Hoe wordt er nu meestal gezuiverd? Er wordt fysisch gezuiverd, daarbij maken we gebruik van filters. Er wordt chemisch gezuiverd, bijvoorbeeld voor de kalkverwijdering. En er wordt biologisch gezuiverd, waarbij we bacteriën gebruiken om stoffen om te zetten in onschadelijke stoffen. Maar jullie weten blijkbaar nu niet wat er precies in het drinkwater zit. Meten is weten, zou ik zeggen. Of is het niet zo simpel? Nee, zo simpel is het inderdaad niet. Nee. Er worden een aantal stoffen worden gemeten. Inmiddels doen de waterbedrijven zelf ook metingen op een aantal categorieën van stoffen. Maar er zijn wel 1800 geneesmiddelen. Dus je begrijpt dat nooit al die 1800 stoffen gemeten kunnen worden. De meeste waterleidingbedrijven in Nederland gebruiken grondwater. Dat water is vaak duizenden jaren oud en zuiver. Maar niet alle waterbedrijven kunnen uit grondwater putten. Waterleidingbedrijf PWN Noord-Holland bijvoorbeeld gebruikt voor 95% oppervlaktewater uit onder meer het IJsselmeer. En dat moet flink gezuiverd worden. PWN heeft nu een reactor die naar eigen zeggen alle medicijnresten vernietigt. Peer Kamp van PWN legt uit hoe deze Terminator werkt. Het water is gewonnen in het IJsselmeer, is daarvoor gezuiverd, uiteindelijk hier aangekomen. We hebben peroxide gedoseerd en in deze buis stroomt het door 5 reactoren. Dit is een model van de reactor, schaal 1 op 1. Maar we zien aanzienlijk beter wat hier gebeurt als we aan deze kant gaan kijken. Het water stroomt hier de reactor door. We zien hier 16 UV-lampen. En het UV-licht straalt de peroxide aan, wordt in een fractie van een seconde omgezet in hydroxylradicalen. En die hydroxylradicalen zetten alle organische micro's om in onschadelijke brokstukken. Ja, ja. Nou, dat leggen we op moleculair niveau nog even uit. Sommige medicijnresten hebben een sterke structuur en moeten harder worden aangepakt. Door de combinatie van UV-licht en waterstofperoxide ontstaan er hydroxylradicalen. Dat zijn sterk geladen deeltjes. En die deeltjes breken de medicijnresten wel goed af. Waterleidingbedrijven mogen merkwaardig genoeg zelf beslissen naar welke geneesmiddelen ze zoeken en hoe ze die verwijderen. Het RIVM heeft ze dus nu slechts op 33 stoffen gewezen. Minister Kramer van Vrom heeft inmiddels al wel maatregelen aangekondigd om de concentratie van geneesmiddelen in het water te verminderen. Bijvoorbeeld de producent van geneesmiddelen. Zij zullen middelen kunnen ontwikkelen die beter in het milieu worden afgebroken en die ook beter in het lichaam worden opgenomen, zodat er minder in het milieu terechtkomt. Daarnaast geldt voor ziekenhuizen dat zij gescheiden afvalstromen
apart kunnen behandelen. Bijvoorbeeld urine, waar de meeste middelen in terechtkomen. Die kunnen ze dan apart behandelen. En daarnaast voor de consument is het ook van belang om, om geneesmiddelen die niet gebruikt zijn terug te brengen naar de apotheek en niet door het toilet te spoelen. Ja, tot slot nog even voor mij. Wat weet u eigenlijk van de effect op de langere termijn? Slik ik als man nu toch al, zeg eens een 30 jaar, via drinkwater de pil? Ja, de concentraties zijn natuurlijk zodanig laag dat als je werkelijk via drinkwater die pil wilt slikken, dat je dan wel bijna een zwembad moet leegdrinken per dag. U zult misschien na het zien van deze reportage toch wat anders tegen een glaasje water aankijken. Nou, volgens het RIVM hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Toch neemt het medicijngebruik toe. En daarom zullen drinkwaterbedrijven het water nog beter moeten controleren en zuiveren. Want onschuldig of niet, medicijnresten horen niet thuis in ons drinkwater.